Ik heb veel plezier in mijn werk. Bij het waterschap heerst een informele sfeer en het werk wat we doen is interessant. Maatschappelijk heel relevant en heel afwisselend. Zeker ook op een rioolwaterzuivering. Hier zuiveren dus al het afvalwater uit de regio. Al het water dat mensen door hun toilet, grootsteen of doucheputje spoelen, komt hier terecht. En wij zorgen ervoor dat het zo schoon wordt dat het weer geloosd kan worden op de IJssel. Ik hou van heel veel afwisseling in mijn werk. Ik zou niet de hele dag op mijn kantoor kunnen zitten. Hier op de rioolwaterzuivering is het werk heel afwisselend. Geen enkele dag is hetzelfde. Daarnaast ben ik niet bang voor vieze handen. Mouwen opstropen dus en aan de slag. In Zutphen verwerken wij gemiddeld zo'n 16.000 kuub afvalwater per dag bij droog weer. Je wilt niet weten wat mensen allemaal door het riool spoelen. Condooms, tampons, etensresten, tennisballen, van alles. Maar stel je eens voor, als we dat niet zouden reinigen, dan zouden we in Nederland in een open riool leven. Ik ben een vrouw in een mannenwereld, maar dat vind ik prima. We hebben het heel leuk met z'n allen en tegelijkertijd werken we ook nog eens hard. Samen runnen wij als team de rioolwaterzuivering hier in Zutphen en in Holten, plus de bijbehorende toevoergemalen. Mijn collega's kunnen mij bij wijze van spreken dag en dag bellen als er problemen zijn op de zuivering. Ik vind het belangrijk om elkaar te helpen waar nodig. Je kunt bij het waterschap groeien en jezelf ontwikkelen. Zelf ben ik daar een goed voorbeeld van. Ik ben bij het waterschap begonnen op het laboratorium en daarna aan het werk gegaan als zuiveringstechnicus op de rioolwaterzuivering. Sinds kort stuur ik hier het team in Zutphen aan, maar we zijn bovenal collega's. Ik ga aan het eind van de dag pas tevreden naar huis als alles goed draait en als we alle eventuele problemen opgelost hebben. Zo goed en zo efficiënt mogelijk. Dat is altijd ons doel.